En de pakkettendienst Pico is met uitzondering van woensdag en zondag normaal open voor het publiek. Dat benadrukt algemeen manager Lorraine Kromopawiro. Gisteren is er een panieksituatie ontstaan aan de Kajottenstraat nadat burgers massaal naar het bedrijf gingen om hun pakketten op te halen. Tot gisteren had Pico echter nog geen toestemming van het COVID-managementteam om de dienst draaiende te houden. Inmiddels is de toestemming verleend en kunnen klanten normaal hun pakketten ophalen. Uiteraard moeten de mensen zich houden aan de COVID-19 maatregelen, zegt Kromopawiro. Reporter Carlo Boetius brengt een indruk over de situatie gisteren. Kijkers, we zijn hier bij Pico aan de Kajottenstraat en hier zijn de mensen er om hun pakketten te halen. We zien een drukte hier en we hebben gevraagd of hier de COVID-19 maatregelen worden toegepast. En de mevrouw die zegt, het is geprobeerd, maar de mensen die schijnen niet echt gevolgd hier aan te willen geven. Dus we gaan kijken of we met enkele mensen kunnen praten. Laat me zien wie... meneer, wie staat al lang hier in de rij? Jawel. En ziet hij erop toe dat die COVID-19 regels in acht worden genomen? Dat is het best om het te doen. Ja? Maar het is nogal dicht een beetje op elkaar. Je doet je best om het te doen, maar ja, mensen moeten ook mee willen werken. Ja. Je houdt wel een veilige afstand. Ik denk van wel. Kromopawiro zegt begrip te hebben voor de mensen die zich zorgen maakten om hun pakketten. In de pakketten zitten voornamelijk medicijnen en eerste levensbehoeften. Dat wordt bevestigd door een burger. Mevrouw, u bent ook hier. En is het georganiseerd? Totaal niet. Totaal niet. Ik vind het jammer dat ik anderhalf uur tijdsbestek krijg. En het is ook niet mijn dag om op straat te zijn. Ik moest gisteren op straat zijn. Maar ik heb een pakket nodig, dus ik ben gekomen. Ik sta op afstand, ik sta in de zon. Ik heb het nodig. Maar nu zeggen ze anderhalf meter, maar we zijn al, ik ben al volgens mij anderhalf uur hier of twee. Maar het is jammer. Ondanks het niet uw dag is, moest u hier zijn. Ik heb geen keus, want ze gaan misschien dicht, zeggen ze na vandaag. Dus dan, wat moet ik doen? Dan moet ik het hier laten, dan wordt het gestolen of misschien. Dat risico wilde ik niet nemen. Moet dan wachten tot na die lockdown. Maandag, maar precies, toch? Dus. Maar ik heb die spullen nodig, anders had ik ze niet gekregen als een luchtpostpakket. Dus u begrijpt de spoed wel. We zien dat er nu een beetje orde in de zaak wordt gebracht door een meneer. En dat is dan goed te horen. Dat, meneer, is het gelukt? Heeft u een pakket gehad? Nog niet. Nog niet, zegt hij. Algemeen directeur van Pico, Lorraine Kromopawiro, onderstreept dat de dienst met uitzondering van woensdag en zondag open is en dat een ieder volgens de alfabetische volgorde pakketten mag afhalen.